Ja, hoi mensen, vandaag een nieuwe video. Vandaag gaan we echt iets superleuks doen. En we doen het niet alleen. En niet met Anouk, nee, we doen het met... Daphne! Yeah, woehoe! Met Daphne. Echt. Hoe lang hebben wij voor... Wanneer hebben we het laatst opgenomen? Ja, daarnet, maar... Ja, daarnet. Nee, in april. We gingen verstoppertjes spelen en nog wat anders doen. Ja, inderdaad. Ik weet niet eens wat ik toen heb gedaan met... Nee, want we hebben ook iets voor jou opgenomen, maar... Is dat gewoon niet online gekomen? Dat zal wel... Er komt best wel vaak iets niet online als ik iets opneem, jongens. Dat is heel sterk. Oké, we gaan vandaag gewoon een beetje kletsen, maar ondertussen gaan we wel iets doen. Want we gaan tegen elkaar strijden. En we gaan gewoon wedstrijden doen tegen elkaar. Dus we rijden nu gewoon naar de wedstrijden toe. We zitten alleen heel even met de mensen die achter ons aangezitten. Maar we accepteren het, we accepteren het. Ja, we accepteren het. Oké, we gaan 3 wedstrijden doen. We beginnen... Oh, wacht, ik ren de verkeerde kant op. Ja, ik denk, ik loop je achterna, maar ik denk, waar ga je heen? Ja, kijk maar. Tuurlijk. Nee. We gingen met de trainer. Heen. We rennen ook echt gewoon puur de verkeerde kant op. We gaan eerst die wedstrijd doen bij die man. Daarna gaan we naar Fort Pinta en daarna gaan we naar Dundel. Daar gaan we een wedstrijd doen. En degene die heeft gewonnen, die krijgt de eer. Ja, inderdaad. Die krijgt de eer. Je komt een thumbnail. Ja, ik wou net zeggen, moeten we niet nog een thumbnail maken voor jouw video? Nee, want we hebben natuurlijk die video's gemaakt, die foto's met die veulentjes. Dus ik denk dat we daar wel wat uit kunnen halen. Of we gaan zelf straks naar een veulentje toe met z'n tweeën. Wow, jij verdween gewoon uit mijn scherm. Ga ik zo hard? Ja! Als je dat denkt, waarom zit je op een level 10 paard, Jude? Nou, Daphne heeft al haar paarden boos. Dus zij zit op een level 15 paard die boos is. Ja. En ik ben level 20, dus als het goed is zijn we ongeveer even snel. Ik denk het wel. Ik hoop level het. Level 10. En als je hetzelfde punten tuig hebt en kleren, ja, dat heb je vast wel. Ja, dat heb je. Hé, hey, daar ga je. Oh, ik heb swiftness 21, zie ik nu. Dus ik heb het volgens mij lager dan... Oh, dat bedoel je. Snelheid. Waar zie je dat? Is dat snelheid? Ja, swiftness is snelheid. Die is 21. Heb ik 28. Ja, zie, maar waar mis ik dan? Uitrustingsbonus heb ik er 11. Snel bonus level 7. Vaardigheidsontwikkeling 10. Ja, kijk, mijn snelheid is minder. Hoe kan dat? Swiftness. Oh. Swiftness. Waar loop je? Ben je helemaal kwijtgeraakt? Huh, swiftness 28 zeg je. Ja. Oh, dat is echt heel raar. Ja, of kijken we allebei bij het verkeerde? Ja, de derde. De van het paard? Ja. Even kijken, hoe doe ik dat ook weer? Ja, daar heb ik 28 inderdaad. Huh? Dat is raar, want ik heb alles op het hoogste... Nou ja, gek. Zal wel. Nou ja, jouw paard is blijer en dat rekent hij niet mee. Dat staat niet bij in die punten. Oh, tuurlijk. Ik heb natuurlijk minder hoog level. Ja. Hoe dus, ja, dat verschilt dan net die aantal punten. Oh, oep, ik ben er. Oké, welke doen we? Daar ja, natuurlijk. Heb je zo'n bordje inderdaad. Waar? Ja, hier ergens dacht ik. Of wat heb je niet? Ik kan hem niet vinden. Het lijkt alsof hier helemaal geen bordje staat. Nee. Wel, het moet wel, want als je op de kaart kijkt, heel klein, dan zie je wel zo'n rosetje. Ja, maar dan kun je toch alleen bij hem... Oh, ja. Zou dat niet... Huh? Ja. Nou zeg. Nou, dat doen we maar, want dan verdienen we het geld van de trailer weer terug. Ja, dat is waar. Dan kijken we gewoon naar de tijd. Oh ja, en moeten we misschien tegelijk op oké drukken. Welke doe je? De bovenste? Oh, het luisteraar race heb ik gedaan. De Hermit... De Cloyson Horse Race. Oh, oké, ja. Volgens mij zitten we dan bij dezelfde. Oké. 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 Ja. 3, 2, 1, start. 3, 2, 1. Ja, oké, je moet even je tijd onthouden, want dat komt niet meer echt goed in beeld. Je hebt ook geen highscore meer, vind ik zo jammer. Nee, je ziet niet meer wat je highscore was. Oh, mijn paard is toch sloom. No, dat ging niet zo snel en ik crashte trouwens. Oh, ik crash weer, wat is dit nou weer voor een paard? Zo dadelijk gaan we wel tegen elkaar. Ja, inderdaad. Want nou is het nog even oefenen, even inkomen. Ja, kijk, bij mij ging het nu dus ook fout. Ja. Oh, daar ga je. Oké, ik zit je op de hielen. Oh jongens, ik zit trouwens eindelijk weer in de club. Oh ja, inderdaad. Want Daphne en ik hadden elkaar ook heel lang niet gezien. En nee. Op Starstable dan. En nu hebben we eindelijk weer elkaar in de club. Ja. Nee, oh nee, dit gaat fout. Oeh. Oh, daar ben je. Ja, nee, ik ben je. Er niet. Kijk. Oeh. Oh ja, nee, ik kijk tegen die palen aan, dat ik er heen kon rijden. En, oké, mijn tijd is 53 seconden en 83 milliseconden of zoiets. Oh, 53 seconden en 58 milliseconden. Mojo, dat stond zo dicht bij elkaar. Ik heb eerst gewonnen, yes. Ja, je hebt gewonnen. Mojo. Zullen we die andere ook even doen meteen, of die hier is? Ja, doe maar. Die is heel lang.
Welke? Ja, de Zuiderhoef nieuwe racetrack. Zo. Ja, die krijgt 150 dingen ook voor. Nou, dan wordt een paar keer weer getraind. Oké, 3. 2. Oh, shit. Ik werd al begonnen met klikken. Oh, oh, slim. Oh. Sorry. Nou ja, de tijd is dan toch waarschijnlijk verschillend. Ja. Wel gek dat je deze niet tegen elkaar kan doen. Ja, nou, misschien dat ze dat nog moeten doen. Zo. Wat? Je kan op start helemaal niet. Oh, oh, oh nee, oh nee, oh nee, dit gaat zo fout. Woehoe! Ja, dat... Zo, ik wil wat zeggen, maar dat gaat helemaal mis. Start helemaal ook je blikveld veranderen nu, gewoon in de instellingen. Oh, echt? Heb je dat ook gezien? Ja. Dus dan lijkt het alsof je op de rug van je paard rijdt. Oh, cool. Dat wist ik niet. Ja. Ik ga het even zo proberen, kijk wat er dan gebeurt. Van je paard rijdt, ja, dat klopt wel. Oh nee, ik spring mis! No! Nou, ik ga wel winnen hoor. Ja, dit kan jij dik winnen. Yes. Ik haal dit misschien niet eens. En dat wel mijn paard niet eens hoger level is. Ja. Oké, okay, net op tijd gehaald. Oké, okay, volgende. Ja, dat heb ik best wel gewonnen. Ik zit nou op 48 seconden. Ben je er nou al? Nee, nog niet. Het duurt het is heel lang. Ja, maar lang. Ik rijd de hele tijd overal tegenaan hoor, dus... Ik net ook. Al die boomstommen, dingen die in de weg staan. Oh ja, weet je wat ik net bedacht, Daphne? Misschien wat leuks om te doen. Nou? Dat we een Halloween special doen in een livestream. Dat we gewoon alle Halloween quests samen gaan doen of zo. Dat is leuk. Ik doe ze sowieso natuurlijk ook voor de update. Dus weet ik niet of er nog overblijft. Maar dat is misschien wel leuk. Ik weet niet welke datum. Ja, 31, maar ik weet niet of dat. Shit, ik heb mijn tijd niet onthouden. Oh, wat ben ik dom. Oh, nee. Oké, okay, deze stellen we niet mee, oké? Okay? Wie heeft er nu gewonnen? Ja, deze stellen we niet mee. Dat is misschien wel goed voor jou. Ja, het was even een inkomertje. Ik kijk even welke datum. Nee. Halloween, is dat niet gewoon echt die woensdag zelf? Oh ja, dat is de woensdag. Oh ja, chips. Ja, dan wordt het lastig. Oh ja, inderdaad. Dat heb ik de update. Oh nee. Tuesday. Next. Donderdag. Donderdag, daar zit ik ook weer met school. Moeten we later even plannen. Ja, oké. Okay. Ja, dat gaan we niet even plannen in de video. Oké, okay, laten we nu maar gewoon ik naar... Ik reed ook mee. Voor Pinta? Ja, voor Pinta. Hé, hey, wacht. Als we nou naast elkaar rijden, dan kunnen we een beetje controleren van wie het sneller is. Oh. Ja? Oh ja. Oh, ja, zullen we even met de wilde paarden rennen? Nee. Ja, maar die zijn heel moeilijk om te vinden. Oké, hier. Bij mij rennen ze hier. Echt? Ja. Bij mij niet. Is trouwens jouw naam bij mij scherp? Of andersom bedoel ik mijn naam bij jou? Want ik zie hier dit Kingland Hyperhoof, zie ik echt heel onscherp. Zou dat niet ook je naam... Nee, ik zie jou gewoon scherp. Oh. Je poppetje zie ik wel scherp, maar die naam echt die erboven hangt. Ik ben sneller. Ja, volgens mij ook. Ja, je komt dichterbij. Nee, maakt niet uit. Want waarschijnlijk crashen we toch vaak in die races dat het niet zoveel uitmaakt. Eigenlijk had ik ook op flashdash moeten, jongens, maar ik heb flashdash niet uitgetraind. Oh, ja. Ik spring de hele tijd door je. Hoe lang flashdash? Wat zei je? Ja, flashdash ook al zo lang. Ja, klopt. Ik denk, ik doe hem aan of ik neem hem mee voor de video's, lachen, leuk. Ja, maar jij hebt hem wel uitgetraind tenminste. Ja, echt. Ik weet dat we een video hadden opgenomen dat we echt allebei ook 3 maanden later pas de video zo online kwam. Ja, echt. Maar we hebben 2 paarden samen, we hebben nog Icehoof samen. Die heb ik wel uitgetraind, volgens mij. Ja, die heb ik ook uitgetraind. Oh, zoveel tijd zit er in de trainen van al die poepbeesten. Zullen we er nog eentje keer samen kopen? Ja, dat is wel leuk. We hebben gewoon 3 jaar. Gewoon onze vriendschap te vieren. Ik weet niet hoe lang we intussen al vrienden zijn. Echt al heel lang. Komt, want bij mij verschijnt hij de ene keer niet, de andere keer wel. Oh, nee. Oh, nee. Oh, oh. Nee, maar hoe lang zijn we ondertussen vrienden, denk je? 2015 of zo? Echt al heel lang. Of twee... Ja, 2015 gingen we elkaar toen, gingen we eerst DM'en. Ja. En toen in 2016 elkaar ontmoet, want die week later kreeg ik toen Lotje. Oh ja, ja, bij de paardenkamp. Dus dat is 3 jaar nu, 3,5 jaar. Yo. Dat is echt lang. Ja, 4,5 jaar kennen we elkaar echt. En ik denk dat we dan daarvan 4 jaar echt vrienden zijn. Want toen gingen we ook opnemen samen en zo. Oh joh, dat is echt al zo lang. Of misschien al wel 5 jaar. Dat is echt heel erg lang. Dat is echt heel lang. Dat voor mijn gevoel niet eens zo super lang is of zo. Maar dat kon dat elkaar ook gewoon niet zo heel vaak zien. Nee, dat is denk ik ook. Alleen op de grote paardenevenementen. Ja, als we echt afspreken, helemaal plannen en zo. Ik denk dat we elkaar nu 1 keer per jaar gemiddeld zien. Maar ik denk dat het dit wel. We proberen het iets meer te doen dit jaar. We proberen het iets meer te doen, inderdaad. Maar zijn we dan tegelijk afgestudeerd eigenlijk? Ik ga echt volgend jaar je 3e jaar in. Ik ga volgend jaar mijn 4e jaar in. Ja. Wow, iedereen zit op een rijtje. Weet je hoe leuke foto dit is? Ja. En heb jij al een boot? Een wat? Een boot? Heb jij de boot al? Nee. Nee, ik ook niet. Nee, dat duurt altijd even hoor. Want die anderen hebben meerdere boten. Dus dan, nu zie ik hem aankomen. Ik ook. Oké, dus dat is goed.
Ik probeer die pijl in het water te zetten, precies op die boot. Weet je wel, als je zeg maar dubbelklikt op de map, dat er dan Oh zo'n ja. ding verschijnt. Oh, nu is het net alsof de veerboot uit de hemel komt. Oh ja, bij mij ook. Oh, ik ga er vast inspringen. Wow! Kan Oh, niet. dat werkte niet. Nope. Oh, er Oh, zitten er mensen zijn in de heel veel boot. mensen. Komen die allemaal voor de video of zo? Ja, die weten dat wij aan het opnemen zijn. Ik zet me altijd hier vast, want je zit je toch niet vast. Dat vind ik altijd zo Ja, leuk. klopt. Bij Oh. die andere veerboot zit je er altijd vast. Nee, maar je gaat er weer uit, om zo te zeggen. Oh, Woop. Ik ga bij echt die vet andere vaak met niet. de boot. Echt? Blijf je er dan in? Nooit eigenlijk, omdat het zo lang duurt. Oh nee, ik vind het wel leuk. Ik vind het altijd leuk om de video een beetje mee op te vullen eigenlijk. Anders Ja. dan ga ik alleen maar met de trailer de hele tijd. Ja, echt hè? Ik zit erin. In de veerboot. Oh, dat lukt mij niet. Mijn paard is te dik. Dik, ja. Het is een halflinger, hè? Wat verwacht je? Oh! Wow. Zag je dat? Ja, ik zag het. Dat zag er echt vet debiel uit. Ik hoop dat ik nog wel mee ben. Ja, ik zit in die veerboot, maar het leek echt alsof het eruit Oh, vloog. dat zou grappig zijn als je opeens daar weer staat, gewoon met Ja, Sandy. Wat denk je inderdaad. trouwens dat het nieuwe gedeelte van Star Stable gaat komen? Nou, komt er dit jaar een nieuw gedeelte, Ja, vraag ik dit me jaar af. volgens mij niet, maar het jaar daarop wel weer, denk ik toch? En volgens mij was er zeg maar in 2017 kwam Mistval. Dan Ja. zou in 2018 zo eventjes niks komen. Maar Want toen Stardew zijn ze. en Mistval kwamen in hetzelfde jaar. Wie kwam tegelijk? Mistval en Zuiderhoef. Ja. Ja, klopt inderdaad, ja. Maar tussen 2018 kwam toen niks, want toen wilden ze allemaal dingen gaan updaten en het spel vernieuwen. Maar het is nu 2019. En bijna het eind van het jaar, dus er moet eigenlijk wel weer een nieuw gebied Is komen. niet in 2018 een nieuw, is in 2018 niet Mistval erbij gekomen? Nee, volgens mij 2017, want ik weet nog dat ik dat moest opnemen en dat ging niet helemaal goed. En toen zat ik nog in het oude huis. Ja, Ja, inderdaad. ja. Dat is al 2 jaar geleden. Ja, Dan dat ben ik gaat 2 jaar snel, hè? geleden weer mee een beetje begonnen met uploaden, denk ik nu. Ja. Wow, dat gaat zo snel die tijd. Maar echt hoor, toen had ik Melly nog niet eens. Nee. Oh joh, Melly, hoe lang hebben jullie Melly nu? Melly hebben we nu sinds april, afgelopen april een jaar, dus 1,5 jaar ongeveer. Wow, dat voelt mij voor mijn gevoel alweer veel langer. Ja, voor mijn gevoel aan de ene kant ook, maar aan de andere kant ook weer niet. Gek. Staat hier trouwens een veulentjes in de stal? Want ik heb zeg maar niet in Fort Pinta Oh gekeken. nee, laat even kijken. Oh Oh, de jongens, de spoiler van mijn video. challenge. Als hier er één staat, hè? Nee. Nee, gelukkig maar eigenlijk. Ja, Oh, anders jij dan hebt me had al ik hem gewonnen. uitgenodigd voor de race. Ja. Oh, ik ben te ver weg van het startgebied. Dus dan heb ik een poepzooi. Nu ben ik er wel. Dan moet je wel heel dichtbij Oh, zijn. oké. Oké. Heel, Ik ga winnen. Ik sta bovenaan nu. Ik sta. Ja, jij staat bovenaan inderdaad. Oeh, nou haal je me echt vol in. Oh, jij springt hier, dat is slim. Ja, dat. Oh. Iemand had me dat toen ik er verteld. Van, joh, als je naar beneden gaat van een bultje, dan moet je altijd springen. Ja, op Ja, één want dan krijg je bepaald zo'n punt. boost. Dan ga je snel. Ja, ik ga winnen, want mijn paard is gewoon sneller. Ja, totdat je straks ergens crasht, want daar moet ik het op gokken. Dat je ergens crasht Ja, en maar ik ben valt. heel goed in deze wedstrijd. Ben je goed in deze? Ja. Oh. Ik ben heel goed in deze. Ik ben echt opgegroeid met deze wedstrijd, hè? Ja, toen hij nog in de oude vorm was. Ja, klopt. Dat hij helemaal. Nou, nu ergens snijden we een stuk af volgens mij. Maar eerst ging hij nog ergens helemaal omheen. Was dat niet bij die ene van Oh, van Moorland. Moorland? Ja. Moorland. Moordland. Ja. Moordland. Volgens mij wel. Ja, daar heb je gelijk in. Maar deze is ook ietsjes aangepast natuurlijk. Omdat het hele gebied toen is veranderd. Ja, oh, ik vind het echt. Het is ook een van mijn favoriete stukjes van dit moment. Ja, echt hè? Dat is het nieuwe gedeelte van dit jaar. Ja, dat denk ik juist wel, want ze hebben nog niet echt spoilers gegeven voor een nieuw gebied. Nee, dat duurt ook nog wel. Ik denk van de zomer misschien. Het zou wel jammer zijn. Ik hoop echt dat er een nieuw gebied komt. Ja, lijkt me ook wel Maar heus ik leuk. denk haast inderdaad dat ze eerst al het oude gaan aanpassen. Ja, maar En hoe dan. ver zijn ze ondertussen al? Best wel ver voor mijn Volgens gevoel. mij inderdaad ook best wel ver. Volgens mij hebben ze zo'n beetje alles aangepast, behalve in Epona moet nog een gedeelte, dacht ik. Ja, maar Want daar is is Epona niet het. al de goede? Nee. Nee, dat is nog de oude vorm. Epona was eigenlijk zo'n groot gebied wat we ineens kregen. Ja, maar. En dan Echt Mistval is super. echt. Ik vind Mistval en zo wel leuk, maar Ja, niet zo zo leuk. klein. Ik heb gewonnen. Nee. Oeh! Ja, nogal. Je hebt echt gewonnen. Echt dik gewonnen. Chips. En dan kom ik ook aankakken hoor. Oh, nee! Zeg dat! Maar zo dadelijk gaan we een hele moeilijke doen die ik echt heel moeilijk vind. Oké, is het eentje in Gouden Heuvelvlei of zo? Nee, Want je ja, moet die is ook zeggen. moeilijk, maar die vind ik niet zo moeilijk, want ik heb ondertussen al door. Nee, we gaan nu naar Dundle. Dundle, Dus oké, dan gaan we wacht. Oh even nee, ik helemaal heb heen natuurlijk geen rijden. XP. Verdorie.
Ja, ik zat ook al te kijken. Ja. Dat is wel jammer dat ze niet gewoon laten trainen in de goede groep. Hè? Waarom staan er allemaal mensen? Oh, ik heb een idee. Oh, kijk hier bij die trailer. Oh, yo. Zoeken! Jeetje, waarom is dit? Het is ook niet dezelfde club of zo. Oké, snel weg. Nee. Ze allemaal achter ons aan. Oké, wacht. We gaan lopen naar Dundel? Ja, oké, wacht. Ja. Ik moet even mijn scherm of mijn blikveld ietsjes breder zetten. Oh ja, dat wil ik nog even doen. Dus mij zoeken al deze mensen mij gewoon of zo, of jou. Hallo. Field of view en dan je paard become a wild horse. Wow. Dat is leuk. Oh my god, dit is echt leuk. Ben je beeld? Ja. Ik kom achter je aan. Ik zie alleen niet zo veel. Ik ren achter je aan, oké. Okay. Heb je ook je blikveld zeg maar helemaal ingezoomd en ja. Afstand van je paard? Ja, dat is cool, hè? Wacht, afstand van je paard ook nog iets mee doen, zei je? Game. First person. Oh, joh. Oh, ik heb heel veel mensen mee, sorry. Ja, dit zit echt op een GoPro. Ja, oh, ik ga dat ook doen. Moet je niet ook toch nog mijn scherm erbij hebben? Nee, hoeft niet. Want dat kan, vind mijn laptop heel zwaar. Oh, ja. Oh, wacht, dit is de andere camera. Dit is echt zo cool, maar wel heel moeilijk in te schatten. Huh? Ja. Oh, dat is een mooie challenge als je dit als video doet de volgende keer. We kunnen het zo dadelijk alvast een keer oefenen. Ja, dat is goed. Oké, ik ben onderweg naar Dundel. Dit paard rent echt super spastisch. Waar ben je? Ik ben onderweg naar de brug. Oh, ben je daar in de buurt of nog niet? Nee, totaal niet. Want ik stond net naast jou. Oh, wacht. Ik wacht wel even op jou. Oh, ik heb mijn scherm weggeklikt, ongeluk. Dit is echt lachen, jongens. Ik wist het helemaal niet. Zo leert me volgens. Echt grappig. Eigenlijk zit je zo op je paard. Maar ja, zo kan ik niks zien. Je moet eens achter je kijken. Als je die first person aan hebt en dan... Oh, het gaat nog verkeerd. Oeh, met springen is dit echt vet lastig. Maar dit is vet leuk voor roleplay. Ja, inderdaad. Ik vind het super leuk of super leuk. Ik vind het wel leuk om soms te kijken van die roleplay. Ik heb het echt van die realistic roleplays. Van die mensen op YouTube. Die zijn dan Engels. Ja. En die doen dat zo realistisch. Ja, dan ook echt alleen de mooie realistische zadels en zo doen ze dan op. Ja. Die hele dure die jij hebt. Ja. Maar ook de stuurwedstrijden tegen elkaar. Dat soort dingen. Dat vind ik altijd heel erg leuk. Ja, maar ik ook. Het lijkt me echt leuk om dat soort video's te maken. Maar ik heb daar helemaal geen tijd voor. Nee, het kost zo. Oh, jongens, ik ga echt helemaal fout. Ja, kijk, dit is even het probleem van... Oh, ik ben er echt al gegaan, of niet? Ja. Echt? Yo, ik zie allemaal mensen gewoon achter jou aanrennen. Oh, ik heb het lekker rustig. Waar ben jij dan? Ik ren nu over de brug. Oh, ik ook. Huh, waar ben jij dan? Oh, daar, jij bent achter mij. Ben ik achter jou? Ja, voor mij wel. In mij ben ik voor jou. Vet, oh, daar kom je. Ja, haalt me nu zeg maar in. Hé, maar als ik spring met mijn paard... Waar moet ik eigenlijk heen? Oh, hier. Als ik spring met mijn paard, dan springt zeg maar mijn camera niet mee. Nee, dat is irritant. Ja, dus dan zie je eigenlijk recht het poepgat van je paard in te kijken als hij springt. Gaan we wel goed? Ja, we gaan goed. Ja, we moeten gewoon die witte weg, die gele weg volgen. Ja. Oh, hier word je wel een soort van duizelig van of zo. Geen idee. Maar ik vind het wel grappig. Ik ook, ik vind het echt leuk. Vooral als je ook achter je kijkt, dat je dan... Ja, maar dit is zo het realistische gedeelte echt van. Ja, hè? Dat is wel leuk, want Sartje wil zich wel iets meer realistisch maken. Maar nu pas zie je hoe hard je paard dan eigenlijk gaat. Want als je echt in het echt zo hard gaat, dan... Inderdaad. Ga je best wel hard. Het is ook zo raar dat je eigenlijk in het spel continu in een rengalop zit om alles te doen. Je gaat zelfs in een rengalop door het dorp heen. Dat is dan weer minder realistisch of zo. Ja, maar dit ook. Je gaat nu gewoon op stenen galopperen. Ja. Hoor je ook echt in die hoeven, die hoor je gewoon kapot gaan. Ja. Oeh, gevaarlijke val incoming. Oh nee. Hoe zou een gevaarlijke val eruit zien als je zo rijdt? Oh, ik ga even uittesten. Hoorde. Oh, nee, gaat niet zo makkelijk. Oh. Hey, al die mensen gaan de verkeerde kant op. Oh, daar ben je. Ze rennen achter jou aan. Er zitten ook nog heel veel achter jou aan. Echt maar twee mensen rennen achter mij aan. Oh nee, drie. Oh. Oh nee. Oh, ik zit vast. Oh, dit is zo lastig kijken. Oké, ik ben weer goed. Het is ook heel irritant als je de instellingen opent, dat je dan... Stopt. Dat die stopt, ja. Vroeger had ik dat helemaal niet. Of was het helemaal niet. Ja, maar toen gingen mensen glitchen en toen hebben ze het zeg maar uitgezet. Dat je niet meer kan lopen. Ah, nee. Is het daarom? Ja, waarschijnlijk wel. Want ik snap wel dat mensen niet willen dat mensen gaan glitchen, maar het is zo irritant dat ze dat pesten ze het ook voor ons. Ja, want nou moeten wij stoppen en dan weer opstarten. Sorry. Ik gewoon eventjes iets naar beneden wil halen. De helderheid of zo, weet ik veel. Ja, echt hè?
Nou, nu wil ik ook, ik wil even weer dat blikveld wat hoger zetten. Ik ga het blikveld gewoon op zijn groot zetten. Ik ga het beeld zo groot mogelijk maken. Oh, wow. Romeo, Oh, dit dat is is zo echt. handig met wedstrijden. Oké, ik kom achter je aan. Oh, dit ziet er wel heel debiel uit. Oh, wow, dit lijkt echt op een soort GoPro. Ja, wow, als je nu gaat rijden, dan ga je pas hard voor je gevoel. Oh ja, dat ga ik even doen. Wow, ja! Yeah. Wow! Dit is super snel! Het lijkt alsof je veel harder gaat. Ja, maar gaan we maar harder hoe klein van? Is mijn paard? Maar yo, dit gaat zo hard! Maar als je hem zeg maar draait, dan ga je minder hard voor je gevoel. Huh? Ik heb echt het idee dat dit veel harder gaat. Oh, zullen we het gewoon uitproberen dan? Oh nee, want er zijn natuurlijk eentjes kort minder snel dan. Oh, dan ja. Doen we nog wedstrijd gewoon twee keer. En dan één doen ja. We gewoon Oh normaal. ja, inderdaad! Dat is een goede uitvinding. Oh. Dat gaat echt keihard. Ja, dat gaat ik heb echt van heel het hard. gevoel zo in dat dorp. Ja, nou, dus als je een hele lange weg moet rijden, dan moet je gewoon zo. Ja, inderdaad. Wow, Dan en is het dan, in ieder geval een mooi gevoel. als je dan nog een beetje over de grond gaat, dan ga je wel iets minder snel, maar dat ziet er wel echt gaaf uit. Dan krijg je die. Oh, zo. Dat, die zand, zo, in je gezicht. Ja, in je bakkes. Oh, joh, inderdaad. Hap, dat is hap, ook ik ga cool zand voor happen, een hap, video. hap, hap. Ja, dat is echt dat realistic roleplay. Wow. Daar moeten ze nog wel iets verder mee gaan. Want nu is het, Ja. als je filmt, dan zie je, dan volgt je camera altijd. En dat zou ze nog Ja. even anders moeten doen. Maar ook het beeld is best uitgerekt als die blikveld op zijn groot staat. Ja, het is echt een soort eye fish. Ja, fish eye inderdaad. Oh ja, dat is ja. Ja. Oké, weet je waar we heen moeten? Volgens mij helemaal naar de achter, bij die rangers of zo. Ja. Oké, nice. Ben jij daar ook onderweg? Want ik Ik ben ben jou al helemaal bijna. kwijt. Want ik zie jou ook niet eens meer in de groep. Ben Ja, je ik er ga al zo bijna? hard, ja. Wow. Ik nog lang niet. Voel me Nou voel ja, ik te veel ik ga nu harder. zeg maar die bocht om naar links. Oh ja, nee, ik ben nu bijna bij de Rangers, echt. Oh, Nog zo snel. even galopje. Zit je nu op je grootste blikveld? Ja, alles helemaal op het grootst. Oké, gaan we dan eerst in het grote blikveld doen? Ja, dat is handig, want dan staat hij nog op. En doen we hem daarna op first person of op normaal? Ja, Ik denk normaal, want dan doe je echt een test. Precies, ja. Anders vergelijk je twee verschillende dingen. Twee echt verschillende dingen. Judith en Zoe zijn de beste. Woehoe! Oh, yes, ik ben er! Oh nee, ik ben weer. Oh, dit is de verkeerde, start. Dit is de verkeerde. Oh, oké, doe ik verlaten. Nee, dan Oh nee, verlaat dat je moet. de groep. Nee, dan verlaat ik de groep inderdaad. Wacht, ik doe wel gewoon even een andere aanvragen. Ja, Kijk of doe dat dat. kan. Kijk of ik dan een nieuw. Nee, Nieuw dat kan niet. oh, Oh wel, nee. ja? Nee. Ja, ik moet wel even lieven dan. Ah, verdorie. Oh, wacht, nu kan ik jou in mijn groep vragen. Ja, doe maar. Waar ben Goed. jij? Ik typ wel even wat in de groep, Ja, clubchat. oké. Ja. Clubchat! Ja, weer in de Mooi, clubchat. ja. Eindelijk. Oké. Vraag bij groep. Oh, ja. Oké, ik heb je gevraagd. Oké, omdat jij Oh, het dit is bent. zo groot, dit beeld. Ja. Oké, dus nu blikveld op het grootst. Ja. Lijkt me wel lastig kijken, dit of zo. Oké, nou, ik heb er eentje. Mistval Forest Race. Yes. Oh ja, een zuidelijke Deze mistval. Dit is heel moeilijk. Oké, ik ben benieuwd. Wow! Ik ben trouwens ook nog steeds wild, jij? Nee, dat niet meer. Oké. Oh, dit gaat zo snel. Ja, van me vroeg gaan we veel sneller. Oh, maar wat als je denken ook jullie, kijkers? Kijkt. Gaan we sneller of? Oh, zo, dat ging echt net goed. Oh, dit kan je kan hier afsnijden. Ah, nee, ik ben gecrashed. Nu moet ik hier straks ook crashen. Anders dan klopt de telling niet meer. Of ik moet niet crashen. Oh, nou, ik ben al gecrashed. Oh jee. We hadden een iets minder moeilijke wedstrijd moeten uitkiezen. Ja, oh, zoiets nee, van de Moorland chips. Gevoel of zo. We enter checkpoint from the wrong direction. Zullen we anders die van Moorland doen? Ja. Oké. Okay. Is goed. Abandon. Wow, zullen we dan even met de trainer naar Moorland gaan? Maar wat is er? Ik crashte echt zo hard. Ik vloog allemaal in de lucht. Oh, je bent nog Oké, bezig met pak voor de wedstrijd. trainer. Ja. Ja, goed plan. Je hebt deze gewonnen. Yeah. Welke doen we in Moorland? Die van Loretta? Die is net wat beter, denk ik. Dat oh. ik iets meer... Of die gewoon die Ja, simpele dat jou erop die moet van doen. Loretta doen we. Ja. Oh, ik ren tegen een boom aan. Ik ben zo goed dat je door al die bomen heen kan rennen. Kan dat? Nee. Maar vroeger kon dat wel. Ja. Ik hoorde al die bomen heen. Wow. Hele beeldscherm tripte. Moorland stallen. Boom. Boom, 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 boom. Kijk of hij nog steeds opneemt bij mij. Ja, hij neemt nog steeds op. Ja, mij ook. Yes. En op de... Oh, waar gingen we? Oh ja, Moordland. 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 Dat doen we dan en dan doen we die. En daarna gaan we afsluiten, jongens. Want Elisabeth doet al gewoon
Ja, ik denk van jullie 25 minuten. Ja. Maar je moet dan nog wat wegknippen. Ja, moet toch, zoals die klappen, zodat ik even stop. Ja. Wow, ik heb nu ook dat verschil hier. Echt? In Noordland? Bij mij ja, maar alleen als je van bovenaf filmt. Oh, al die mensen die heb ik per ongeluk in de steek gelaten. Ik heb niet gezegd waar we naartoe gingen. Ah, dat vind ik sneu. Niet. Oh, jongens, ging naar Moorland. Ik doe dat heel vaak. Ik ben echt slecht. Oh, ik ben het echt vergeten, anders had ik het wel gezegd. Oké, ik ben er al. Oh, jij ook zo te zien. Waarom zitten we in het Global? Oh ja. Maar ik heb hier nog geen Global ontvangst. Nou, we gaan gewoon starten. Sorry jongens, was niet de bedoeling. Nee, was niet de bedoeling. Oké, okay, zo snel mogelijk. Automatisme. Ja, voor mij ook. Dat je gewoon zo op het tweede trailer gaat. Al helemaal naar de video die we net hebben opgenomen. Ja. Oh, ik ga zo hard voor mijn gevoel. Ik ook. Ik moet echt niet crashen nu. Oh, ik ging net goed. Ik ging vol over die steen heen. Ik ga echt, echt heel hard. Ik ook. Echt nog sneller dan het licht. Ja. Het is inmiddels al gewoon daglicht. Of het is nachts, s'nachts. Woe! Oh, ik crashte, maar het ging goed. Het is een beetje mistig hier. Wat gek, bij mij niet. Maar dat had ik dus toen straks de hele tijd. Toen ging ik opnieuw opstarten en toen was het weg. Oh, dat is wel echt een beetje vies inderdaad. Echt een vieze gore pislucht. Ja, ja, nu snap ik wel wat je bedoelt inderdaad. Ja. Bah. Vies. Nee. Godverdamme. Heel goor. Zo goor. 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 Geen goor. Geen goor. Ik dacht meteen aan Chateau Meiland. Kijk je dat? Ja, kijk. Aflevering 1. Ben je aflevering 1? Ja, vanaf echt ook het eerste seizoen al. Oh echt? Nou, ik heb het nooit gekeken, maar ik ken wel al die memes van hem. Ja, ze zijn zo leuk. Ja. Nee, ik ben meestal gewoon boven. Oké. Ik heb hem gehaald. Ja? 1 minuut 14. Ojo. Oké. 1 minuut 14 en ik weet niet hoeveel milliseconden. Boom. Oh, ik zag het niet. Maar nu zag, omdat hij ging gelijk weg. Maar ik had 1 minuut 21. Oké, nu nog een keer. Oké, maar nu de normale van dichtbij. Ja. Maar ik kan hem dan niet resetten of zo, dus dan moet je hem gewoon weer goed gokken. Hoe je hoort te zijn. Zo, oké, ik denk dat ik hem nou wel weer goed heb. Ja, volgens mij heb ik hem wel redelijk hoe ik hem daar straks had. Oké. Oké, you ready? Ah, het gaat nou ineens niet meer regenen. Oké. 1 minuut 14, ja, bij mij schijnt de zon. Maar ja, wel donkere wolken. Oké, ik had op oké gedrukt volgens mij. Oh, ik nog niet. Oh, nee, jij nog. Oké. Okay. 1 minuut 21 en 1 minuut 14. Ja, 1 minuut 14. Oh, ik ben heel benieuwd. Ja, nu zit ik... Ik heb hem nu ongeveer normaal gezet. Ik wist niet precies hoe die normaal moest. Ja, ik heb hem volgens mij wel redelijk op hoek om altijd heb gezet. Challenge van hoe snel zij weet. Ja. Wie is die weer aan die mislukt? Maar we willen het onderzoeken, jongens. Ja, we zijn onderzoekers geworden. Ja. Wij moeten dit weten. Ik ga voor mijn gevoel zo langzaam nu. Ja, ik ook. Maar misschien valt het wel hartstikke mee. Ja, ik denk het wel dat het meevalt, dat het gewoon zo lijkt. Ik heb net wel niet echt ergens zich aangestaan, maar terwijl ik sprong, stopte hij al eventjes. Dus misschien... Oh, maar niet dat hij helemaal ging afremmen? Nee. Hij ging zo... Ja, ik weet niet. Ja, dat is misschien net zo'n milliseconde die dan misloopt. Ja, maar ja, de milliseconde weet ik toch niet. Nee, ik ook niet. Ik heb wel het gevoel om minder op te letten nu. Ja, hè? Dat andere, dan moest je heel scherp kijken, zo van... Ja. Dit is wat meer dichterbij. Maar ik wist niet hoe ik mijn camera goed moest zetten. Dus ik heb al die schuifjes maar een beetje in het midden gedaan. Ja, volgens mij klopt dat dan wel. Okay. Heb je het gevoel dat het klopt dan, of niet? Jawel. Ja, want hij is gewoon nu normaal. Maar je kan niet op een knopje van resetten drukken of zo. Nee, hadden ze wel echt moeten uitvoeren. Ja, daarom. Ja, volgens mij ben ik nu sneller. Ja? Ik ben op 1 minuut 12. Huh? Nee, maar dus we zouden nu langzamer moeten zijn. Maar hé, ik ben ook. Ik zit nu op 1 minuut 18. Huh? Huh? Dus dan is het niet sneller. Nee. Dan is dit juist sneller, terwijl dit langzamer lijkt. Nou jongens, dan hoef je dat niet meer te onderzoeken in ieder geval. Nee. Dat had ik niet verwacht. Ik ook niet. Maar het scheelt echt maar 2 seconden of zo, of 3. Ja, maar toch best wel veel, terwijl ik voor mijn gevoel hetzelfde parcours heb gereden. Ja, ik heb wel 1 keer een haakje gehad dat ik er straks helemaal niet. Iemand zegt Zoe dan niet op tegen mij. Oh nee, laat maar zeggen, nu weet je dit. Oh, yo. We kunnen nog 1 keer met die andere proberen, of wordt 4 dan te lang? Ja, dan wordt het misschien wel een beetje te lang. Ja, inderdaad. Dus ik denk jongens dat dit gewoon een let's play was.
Ja. Als jullie het nou leuk vonden dat we eens een keer iets hebben uitgetest, laat even weten. En als je nog meer dingen hebt die wij moeten uittesten, die ik moet uitproberen, of wat dan ook, ja, let me know. Want ik vond het eigenlijk best wel leuk. En ja, dan samen ook met Daphne, hè? Yay! Yay! Ja. Jij hebt nog wat te vertellen. Abonneer op mijn kanaal. Ja, abonneer op Daphne's kanaal natuurlijk. Maar ik denk dat jullie allemaal wel geabonneerd zijn op haar. Maar stel je ze niet geabonneerd, haar link staat in de beschrijving. Dus abonneer op haar. En abonneer op mij. Ja. En dat is de video ook. Als je het leuk vond, doe een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. Ook op die van Zoe, Daphne. Oh, en op Judith. En op die van mij. En op Indraf, hè jongens. Ook op Indraf. Oh ja. Draf. Yes. Maar dit was hem jongens. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En ik hoop je te zien bij de volgende video. Doei. Doei.